Ik ben meester primrecht Groen, meester in het Nederlands en meester in het internationaal recht. U bent nu bij elkaar om te praten. Moeten we die zwarte wel in dienst nemen? Zullen we zielig doen en sociaal doen? Helemaal niet. Doet u mij een genoegen. Neem geen enkele zwarte in dienst. Blijf lekker alleen maar mensen die op u lijken. Mensen van uw eigen soort in dienst nemen. Die uw taal spreken en naar dezelfde counterclub gaan. Prachtig. Want straks komen wij zwarte aan de bak omdat u ons niet in dienst wilde nemen. En dan beginnen we onze eigen KPN. En dan beginnen we onze eigen bank, onze eigen supermarkt. En dan wordt u kapot. En dan komen uw kinderen solliciteren bij onze kinderen en dan zeggen ze nee, jouw opa wil mijn opa niet in dienst nemen, dus ik neem jou nu niet in dienst. Lekker goed bezig. Dat was natuurlijk een provocatie, want de waarheid is dat we samen moeten leven. En de waarheid is dat als je nu investeert in diversiteit, en dan klinkt het belachelijk en geitenwolle sokken, maar dat betekent gewoon investeren in andersdenkende, dan omringt u zich met mensen die u dwingen anders te denken, waardoor u die veranderende maatschappij, en geloof me, die maatschappij verandert razendsnel, wat beter kunt begrijpen. En daardoor kan uw bedrijf overleven. Het is simpel. Als u economisch rendement over 30 jaar wil, moet u nu al beginnen met veranderen.